Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Gisteren stond Chiron, de planeet van de gewone healer, in conjunctie met Noordnode. Noordnode is wat we hier komen leren, wat we hier komen doen. En Chiron gaat over de gewone healer, dus met andere woorden over onze karmische lessen, over onze wonden. Nu zijn we dat wat voorbij, maar dat betekent natuurlijk niet, omdat die exacte conjunctie voorbij is, dat je iets gemist hebt of wat dan ook. Nee, nog meer dan anders voel ik dat we in een nieuwe fase zitten van het bewustwording, van het bewustwordingsproces van de essentie van de aarde. En ga je ook merken dat meer en meer mensen ook echt wakker gaan worden. Dus vandaar de video van vandaag, om te kijken welke boodschappen dat er mogen en moeten doorgegeven worden. Voor wie dat de boodschappen dan ook is, en zoals altijd, neem wat resoneert met jou, wat je begrijpt. Het kan zijn dat je op een later tijdstip nog eens terugkomt naar de video en je dan de video op een andere manier bekijkt. Probeer geen dingen te forceren of ga er niet vanuit als ik iets zeg. Dat sowieso jouw waarheid is of jouw verhaallijn is. Het kan zijn dat het maar een stukje jouw verhaallijn is. Nu dat gezegd zijnde, als je zelf inzichten wilt over je eigen proces, en zeker wel zijn dat het over je eigen stuk gaat, je eigen verhaal gaat, dan raad ik je aan om een channeling te reserveren via de website. Omdat dat de enige en de snelste manier is om één op één met mij samen te werken op dit moment. Nu, wat krijgen we onmiddellijk? De Nine of Cups, maar omgekeerd. De Strength Card omgekeerd en de Six of Swords omgekeerd. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat ik daarnet gezegd heb. Heel veel mensen gaan zich gaan merken en opmerken dat ze zich niet meer vervuld voelen. Maar ze hebben ook niet de kracht om al volledig weg te stappen van het leven. Of misschien zelfs de identiteit dat ze voor zichzelf gecreëerd hebben. Nu, hoe langer dat ze daarmee wachten, hoe meer dat ze gaan merken dat ze als het ware nog meer door die trechter geduwd worden. Zoals dat je het baarmoederkanaal hebt, het geboortekanaal hebt, voelt dat eigenlijk ook zo aan wanneer dat je in het begin, of de eerste keer, in je donkere nacht van de ziel staat. Dus door het feit dat De zon eigenlijk en de leeuwenergie, vandaar de strength card, nu een stuk samenkomen in Waterman. En we zijn nu niet toevallig ook de Waterman-periode, de maand, begonnen. Hè. Gaan merken dat heel veel mensen echt geduwd worden. En zeker nog meer wanneer we meer naar het ram gaan, dus het volgende teken. Want dat is een vuurteken. Dan gaan we zien dat al de dingen die we dat nu laten zeggen, de komende 4 weken de mensen tegenaan lopen. Of merken van, oh, dat is niet meer afgestemd. Dat past niet meer bij mij. Die relatie is eigenlijk niet wat ik echt diep van binnen mijn ziel dat verlangt. Al die dingen gaan de komende 4 weken wakker worden. Letterlijk wakker worden, ja. Letterlijk zichtbaar worden, helderder worden. Heel duidelijk getoond worden. Tot vervelend toe. Waardoor dat ze in de volgende periode, dus laten we zeggen eind maart beginnen en dan zo verder af aan lopende. Eind maart. Vanaf eind maart en dan zo verder gedurende ramtijd. Dat mensen gaan voelen van, wat is nu eigenlijk hetgeen dat ik nou verlang? Wat is hetgeen dat mijn hart... Wat is hetgeen dat mijn hart toont? Waar dan mijn passie ligt? Waar ligt mijn vuur? En dat gaat betekenen dat mensen natuurlijk nieuwe keuzes gaan maken. Maar dat ze ook gaan verplicht zijn om alle lasten dat ze hebben. Want we krijgen het 10 of Wands omgekeerd. Het lay your burden down. Dat ze alle lasten dat ze hebben, dat ze die gaan erkennen. Dat je... De diepe emotionele pijn dat je voelt, die er nog zit, dat je altijd weggeduwd hebt. Dat je die er laat zijn, dat je naar boven komt. Er zijn heel veel momenten, vroeger meer dan nu natuurlijk,
Laten we zeggen, in het begin van mijn bewustwording. Dat ik bijvoorbeeld aan het strijken was en ik begon gewoon te wenen. Of ik was met mijn kinderen aan het meekijken naar een tekenfilm of een cartoon en ik begon te wenen. En vaak had ik ook geen idee waarom dat die tranen naar boven kwamen. Maar dat was omdat dat ook verbonden was aan diepe pijn. Uit dit leven, uit vorig leven, uit voorouderlijke lenen. Dat we gewoon vastgezet hebben in ons lichaam. Vandaar dat we ook dan die fysieke pijnen kregen natuurlijk. Maar naarmate dat je dus wakker wordt, dan word je geduwd, dan word je eigenlijk verplicht om daar bewust over te worden. En om één voor één aan te kijken. En daar gaat het spiritueel meesterschap uiteindelijk over. Dat je eens controle krijgt over je leven, maar vanuit liefde, vanuit licht. En dus niet vanuit die pijn, geen controle vanuit angsten of vanuit laagtrillende energie. Dat is totaal een andere soort van controle. En hoe meer je dat gaat gaan doen, dus hoe verder je op je pad van spiritueel meesterschap stapt, wat dat uiteindelijk een pad naar binnen is, dus geen pad die naar buiten gericht is, dus niet op de buitenwereld gericht. Maar de buitenwereld kan je wel gebruiken als een spiegel om te weten waar dat jouw disbalans is. Bijvoorbeeld, zijn er problemen in je relaties? Of zijn er stukken rond hechting? Of zijn er stukken rond financiële, de financiële energie? En ga zo maar verder. En telkens dat er hier iets op het pad komt, dan ga je ook kunnen zien, dus telkens dat er een emotie naar boven komt, ga je kunnen kijken van oké, welke beperkende overtuiging is daaraan gekoppeld? Wat is dat die emotie mij wil zeggen? Want als we ons slecht voelen, negatief voelen, onze emotie, ongeacht van hoe heftig dat die emotie is, wil eigenlijk zeggen dat we verkeerd aan het denken zijn over onze situatie. Met andere woorden, op dat moment ben je niet in afstemming aan het denken met zoals dat je ziel weet wat dat weg is of wat dat de waarheid is. En hoe meer je dat gaat doen, en hoe meer op die manier leert jouw emoties en jouw gedachten te gaan transformeren, en je weet, daarvoor kan je de universele vlammen gebruiken. En als je nog nooit gehoord hebt van de vlammen, of je hebt nog geen transmissie geluisterd met de vlammen, alsjeblieft, kijk hier op YouTube. Er is een playlist met gratis transmissies beschikbaar. Er zijn natuurlijk nog heel veel transmissies die opgenomen zijn in de betaalde programma's. Maar luister naar die transmissies. Daag eigenlijk het universum uit. En zeg van, kijk, oké, ik geloof niet in die vlammen of wat dan ook. Maakt niet uit of ik twijfel of je vraagt je af of dat wel gaat lukken. Luister ernaar. Geef jezelf een paar weken de tijd om er gewoon naar te luisteren. Het is gratis beschikbaar, je hebt niets te verliezen. Integendeel. En dan ga je de kracht ervan ook ervaren. En dat is het mooiste bewijs van hoe krachtig dat die vlammen zijn. Niet over hetgeen wat ik erover zeg of wat anderen erover zeggen. Maar jouw ervaringen, daar gaat het over. Dus kijk naar die playlist van de transmissies en kijk ook naar de playlist of de... ik heb twee aparte playlists nog gemaakt rond ook nog de vlammen. Dus bekijk die als je er nog nooit van gehoord hebt. Nu dat gezegd zijnde, gaan we verder met het verhaal dat ik aan het vertellen was. Dus naarmate dat je op het spiritueel meesterschap loopt en dus wakkerder wordt, verder op je pad van bewustwording, terug naar je diepste kern, terug naar je authentieke zelf, naar je blauwdruk, dan ga je leren werken met die twee elementen. Element van water, element van lucht. Dus gedachten en emoties. Dus water, emoties, gedachten, lucht. En dat gaat ervoor zorgen dat naarmate dat we dan in een periode van stier zijn, wat dat een aardelement is, dat je stuk voor stuk nieuwe start gaat krijgen. Nieuwe dekstjes, eigenlijk nieuwe plantjes. Zo het begin van die eerste plantjes, de eerste knoppen die op de bloemen komen. Dat gevoel, dat ga je ook zien in je leven. Het gaat misschien niet groot zijn en het gaat niet onmiddellijk de hele boom zien. Ja? Dus wat ik wil zeggen, je gaat niet onmiddellijk je volledige manifestatie ontvangen. Wat dat wel kan, het kan. Maar het is gemakkelijker en voor jou veel minder druk als je elk klein succesje gaat vieren. Samen met mijn vriendin Sarah, dan zeggen we van elke dag dat we gelachen hebben, is een succesvolle dag. En dat is ook zo. Ik heb ook een notificatie in mijn gsm gezet op elke ochtend. Van zodra ik wakker word, dat is het eerste wat ik zie. En er staat succes is doen wat ik leuk vind om te doen.
En daar gaat het over. Het gaat niet over hoeveel geld je hebt. Het gaat niet over hoeveel klanten je hebt. Het gaat niet over hoeveel volgers of hoeveel likes of wat dan ook. Nee, het gaat over als je op het einde van de dag in je bed kruipt. Hoe vaak heb je genoten van de dag? Hoe vaak heb je genoten van de momenten? Hoe vaak heb je vervulling gevoeld in die momenten? Hoe vaak heb je liefde gevoeld? Hoe vaak heb je liefde gedeeld? En er zijn dagen dat je het liefste gewoon direct op de fast-forward-knop zou drukken. Ik weet het. Maar ook die horen erbij, want die gaan jou tonen waar dat er nog niet volledige balans is. En dat is hoe meer je gaat gaan focussen op jouw eigen energie, dus eigenlijk op je eigen zon. Wat dat is dat jou die warmte geeft, wat dat is dat jou die vervulling geeft, wat dat hetgeen is dat jou voedt, hoe meer dat je gaat merken dat je echt op dat nieuwe pad gaat stappen, hoe meer dat je gaat merken dat je echt die fool bent. Die fool in de tarot is degene die eigenlijk een onbeschreven blad is. Die nog niks weet, die niks heeft van ervaring. Jij wel, en je kunt niet zeggen, met alles wat ik van tot nu toe meegemaakt heb, ga ik gewoon vergeten. Nee, dat moet je allemaal gaan integreren. En gaan gebruiken. En is het verleden, doet het te veel pijn, dient het jou niet? Laat het gewoon wat het is in het verleden. Neutraliseer de negatieve en de lachtrillende energie die er nog aan gekoppeld is. En laat het dan gewoon ook los. Want vaak ook merk ik in healingen en mensen die met spiritualiteit bezig zijn, dat ze veel te vaak gewoon blijven hangen in het negatieve. In hetgeen wat er gebeurd is in het verleden. En dat heeft enkel maar te maken met gevoelens rond schaamte, gevoelens rond slachtofferschap en gescheidenheid. Dus ook daar kijk van voor jezelf van waar dat je jezelf nog vasthoudt in die dualiteit. En waar kan je er gaan uitstappen en vanuit een hogere visie eigenlijk gaan kijken naar je leven. Want zolang je probeert vanuit die vervormde mannelijke energie veel te veel controle te gaan nemen, ga je ook niet kunnen tot emotionele maturiteit komen. Dus ga je niet die diepe emotionele pijn kunnen gaan aankijken en door je heen laten stromen vanuit die geheelde vrouwelijke energie. Nee, je gaat voelen alsof je in de steek gelaten wordt. Je gaat kwaad zijn, je gaat al die emoties weer naar boven brengen en dus die emoties blijven voeden. Maar als gevolg dat dat hetgeen is dat zich gaat kristalliseren in je leven en dus eigenlijk gaat gaan manifesteren. En dat is niet de bedoeling. Wat is die dan nog verder kunnen zeggen of aan toevoegen? Ja, dus ze geven de 9 van zwaarden en de mannelijke energie, dus Mars. Dus het is echt belangrijk dat je heel bewust met je wonden gaat gaan zitten. Niet als vanuit een stuk van, oh hier arme ik, nee, maar vanuit meesterschap. En dus dat je eigenlijk de dingen die er nog zijn, en ik zie hier dat voornamelijk gaat over wonden in de mannelijke energie. Dat kan zijn bij jezelf, dat kan zijn bij de anderen, bij iemand anders. Dat je die emotionele pijnen gaat gaan aankijken. Dat je die laat zijn, dat je die bespreekt, dat je die naar boven brengt. Wat hij er ook mee doet, wat daar resoneert en werkt voor jou. Want het is pas dan, wanneer dat dan de geheelde mannelijke energie, vanuit de erkenning van zijn eigen geheelde emoties, of gewoon het erkennen al, dat hij de mannelijke energie, ik heb het dus niet over geslacht, maar dat hij de mannelijke energie aangeeft van oké, er zijn hier wonden, er zijn nog angsten, er zijn nog onzekerheden. Maar dat deelt met die vrouwelijke energie, dus die samenwerking met die vrouwelijke energie, dat het dan uiteindelijk tot die volledige eenheid kan komen. Want ik kreeg de 4 of Wands met Celebrating Union. En wat krijgen we nog? Ja, Needing to Step It Up, Not By The Rules, en End of a Chapter, ja. Ja, en dat is wat ik daarnet ook gezegd heb. De paarse kleur is hier ook heel overheersend ook weer aanwezig. Dus denk aan de paarse vlam, de violette vlam of alle verschillende varianten daarop. Maar dus weet dat, zeker wanneer je een tweelingvlam bent en in een connectie bent met iemand die meer de mannelijke energie belichaamt, is dat heel veel, zo niet bijna alles, in de connectie niet gaat verlopen zoals hij relaties tot nu toe gekend hebt. En het is belangrijk dat de mannelijke energie ook meegaat naar dat volgende niveau. Want uiteindelijk, daarom krijg je ook de wereldkaart met het einde van een hoofdstuk. Door de verschillende planeetstanden die er nu overlaatst geweest zijn, onder andere Chiron en dan nog heel veel andere dingen zoals Venus en Mars, die nu de komende week ook in een conjunctie gaan staan, ga je merken dat
mensen gepusht worden in die union. Die union, die eenheid eerst in jezelf, waarin dat je dus leert van één mannelijke en vrouwelijke energie op elkaar af te stemmen. En om vanuit eenheid in het leven te staan. Dus vanuit eenheid keuzes te maken, vanuit eenheid actie te nemen en zo verder. En van daaruit gaat dan de eenheid zich ook gaan tonen in jouw leven, in jouw connectie. En het maakt niet uit waar jij denkt dat je nu staat in jullie connectie, wat er totaal geen contact is of totaal een volledige scheiding in de 3D. Want weet, ook dat is weer een illusie. Er in een split seconde heel veel dingen kunnen gaan veranderen. Ik was even afgeleid, omdat ik aan het luisteren was en dat mijn gidsen aan het zeggen waren. En een van de dingen dat ze willen dat ik hier ook duidelijk maak, is het volgende. Een aantal tweelingvlamconnecties, niet allemaal, maar vooral de tweelingvlamconnecties die elkaar hebben leren kennen via een app of via technologie. Die op een verdere afstand van elkaar wonen. En waar dus dat er nog niet volledig heel veel fysiek contact is of interactie is. Dat zijn zielen waarvan dat de aantrekking tussen mannelijke en vrouwelijke energie enorm magnetisch is. Maar die energie, dus die kracht van beide zielen, is zo sterk, zo krachtig aanwezig, dat het tijd vraagt voor die zielen en hun fysieke lichaam vooral om te wennen aan die eenheid samen. Vandaar ga je merken in dergelijke situaties dat er dus eerst, en dat is bijvoorbeeld ook in mijn connectie het geval, waarin dat we eerst de eerste jaren puur enkel alleen maar contacten gehad hebben via chat, dus via technologie, via apps, via het internet, zonder het fysieke contact. En ook dat hoort een stuk rond fysiek contact, maar het is niet zo dat je elkaars huid kan aanraken. Nu, de reden daarvoor is dat in vorige levens, dat dergelijke zielen er vaak ook voor gekozen hebben om telkens als een gids dienst te doen. En dat is ook een van de redenen waarom ik helemaal in het begin, dus voordat ik eigenlijk bewust was van de identiteit van mijn twin, ik kan het zo zeggen, of vooral dat er contact was via de apps, dus via sociale media of andere chatplatformen, had ik altijd het idee dat mijn tweelingvlam niet geïncarneerd was en dat hij dus dienst deed als gids. Exact omdat dat ook hetgeen was dat in vorige levens zich telkens speelde. Omdat altijd één van ons ervoor koos om niet te incarneren. Of als we samen incarneerden tegelijkertijd op aarde, dan leefden we zo ver van elkaar dat er eigenlijk geen contact nodig was via een fysieke manier. Nu zitten we in een nieuwe tijdperk waarin dat technologie en een stuk natuurlijk veel verder geëvolueerd is. Maar dat maakt ook dat het voor ons belangrijk was, en dus voor mensen die zich hierin herkennen, dat het belangrijk is dat je leert vertrouwen op die intuïtieve connectie, op die zielsverbinding. Met name, en ik heb dat ook altijd gezegd, dat dat de reden was waarom dat onze connectie verloopt zoals dat verloopt. Omdat voor ons belangrijk was dat we eerst volledig vertrouwden op hetgeen wat we voelden. De telepathische communicatie, elkaars energie voelen. Ook al was er geen communicatie op dat moment. Maar dus die dingen dat we heel 100.000 keer bij wijze van spreken gedaan hebben in vorige levens. Omdat dat het ons helpt om de kracht te erkennen van een dergelijke diepe zielsconnectie. Om te geloven in die diepe zielsconnectie, ongeacht al de andere 3D-drama, bij wijze van spreken, die gaande is in onze levens of gewoon ruimer in de wereld. En dat is hetgeen dat, dat ik afgelopen jaren ook heel hard ook voelde, maar dat ik nu afgelopen dagen ook nog maar weer eens bevestiging van gehad heb van mijn team. Dus als je dat zelf herkent in jouw connectie, let er dan op dat je geen dingen gaat willen forceren. Dat je het pad van je ziel blijft lopen en dat je blijft focussen op jouw eigen pad. Ongeacht wat er gaande is in de 3D, die connectie met jouw tweelingvlam is er altijd al geweest sinds de geboorte van jouw, ik ga het anders zeggen, sinds de afsplitsing van jullie energie van de bron. Dus het is
eigenlijk zelfs beledigend is het woord dat ik hoor, om te geloven dat er niets is tussen jullie zielen, als er bijvoorbeeld geen 3D-communicatie zou zijn. Of als er bijvoorbeeld zou gezegd zijn dat er geen 3D-fysieke relatie zou mogelijk zijn. Omdat je, wanneer je daarin vastzit, nog altijd het punt niet snapt van een dergelijke zielsconnectie. Nu, ik denk dat het punt wel duidelijk is. Maar dat is begrijp dat wat er nu gaande is in de mannelijke energie, nodig is om uiteindelijk tot die eenheid te komen. Dus verdere healing van het emotionele lichaam in de mannelijke energie, en zeker wanneer dat gaat over de mannelijke energie in iemand en een andere persoon, geeft die persoon de ruimte. Geeft die persoon ook energetisch gezien de ruimte. Want het is superkrachtig om energetisch gezien van iemand weg te stappen, omdat je weet wanneer dat die mensen terugkomen in je leven of in je leven blijven, dat die ook bedoeld zijn om te blijven. En dan gaan ze niet, dan is het niet vanuit de controle of niet vanuit een angst omdat je bijvoorbeeld geen dergelijke connectie meer gaat voelen of omdat je de liefde niet meer gaat voelen of omdat je gewoon bang bent om alleen te zijn. Daar gaat het dan niet meer over. Omdat je weet op dat moment dat alles wat je ervaren hebt in die connectie, dat dat is omdat het al in jou aanwezig is. En dat je in principe dat ook met andere zielen kan ervaren. Nu, het is inderdaad zo, wat hij ervaart en de intensiteit die hij ervaart met je tweelingvlam, ga je niet ervaren, maar dan ga je soulmate. Dat is nu eenmaal zo en dat heeft te maken met het feit, het verschil in frequentie. Maar liefde en onvoorwaardelijke liefde, en dat is natuurlijk ook een van de lessen dat we te leren hebben, onvoorwaardelijke liefde is niet gericht ten aanzien van één persoon. Het is niet zo dat je zegt van ik heb mijn tweelingvlam onvoorwaardelijk lief en al de rest is nog met voorwaarden. Nee, zo werkt het niet. Onvoorwaardelijk liefde is ten aanzien van alles en iedereen. Dus, dat gezegd zijnde, stof om over na te denken en ik wens je vast een fantastische dag. Dag!